baby's en voor niet lopende dreumissen de volgende opties aan de rekstok. Nou, waarschijnlijk heb je geen rekstok, maar het wordt mooi weer, dus lekker naar buiten gaan en kijken of daar ergens een rekstok is om eens in ieder geval af te gaan voelen hoe die rekstok voelt en of je, zoals bij het eerste filmpje wat ik heb gemaakt, al onder en boven de rekstok kunt gaan bewegen en dan al een beetje kan gaan schommelen en draaien. Of, zoals bij dit filmpje, je kind even laten wennen aan een totaal andere positie aan de rekstok en dat is zitten. Nou, wat je gaat doen is je zoekt een rekstok die ergens tussen jouw heup en jouw schouderhoogte is. Zit je lager, dan moet je zo gaan werken en zit je hoger, dan ga je boven je krachten werken. Ja, het is wel de bedoeling dat je veilig de oefening kan doen en je baby of de reumens goed vast kan houden. En wat je gaat doen is je gaat heel dicht bij de rekstok en je kindje laten zitten op de rekstok. Nou, hun beentjes zijn allemaal heel kort en heel klein. Dus als je een wat dikkere rekstok hebt, dan lijkt het al bijna op een stoeltje. Maar als ze hierop zitten, dan wil je voorkomen dat ze naar achter of naar voren gaan. Dus jij hebt ze continu vast. Je laat ze niet los. Helemaal niet. Dus wat je kan gaan doen als ze zitten, is je kan een beetje gaan spelen. Als je kindje vrij ontspannen is, dat zul je dan ook wel merken. Dat zie je aan hun gezichtje, aan hun ogen. Dat voel je aan hun lijfje. Want als ze echt het heel eng vinden, dan is alles aangespannen, grote ogen. En dan stop je. Dan probeer je het op een laatste moment nog een keer. Maar als het wel lukt, dan kan je eens gaan spelen door bijvoorbeeld de hand die over de rekstok heen is even onder de billen te leggen. En met die andere hand kan je op de borst kan je een klein beetje naar achteren en een klein beetje omhoog. Als je echt een jonge baby hebt, dan wil je wat meer steun aan de nek geven. Dat zag je bij mijn pop net ook. Doe je de hand wat hoger en dan ga je een beetje als een balletje, een rond balletje naar achteren en weer terug. Nou, dit is een oefening om heel klein beetje dat schommelend gevoel, dat achterwaartse draaiend gevoel te ervaren. En ook als ze naar voren gaan, heb je natuurlijk deze hand wel nodig om die druk er tegen te geven dat ze niet voorover kan. Dus eigenlijk is het een beetje zo van links naar rechts gaan. Nou, deze beweging, dat ze mooi rond en klein zijn, dat is de bedoeling. Als je kind zich helemaal uitstrekt en helemaal lang maakt en de heupen naar voren duwt, dus eigenlijk een beetje ja, dit doet, uitstrekt, ja, dan wordt het wel heel erg lastig om die oefening te doen. Vaak is er dan ook wel angst in het spel. Dus dan stop eventjes, probeer het een later moment nog een keer. Uiteindelijk in de lessen, hopelijk gaat dat niet heel lang meer duren. Uiteindelijk in de lessen gaat dit een zittende draai worden. Dus dan moeten jullie nu even niet anders schrikken. Ook niet gaan proberen nu. Maar ik laat wel eventjes zien waartoe deze oefening leidt. Uiteindelijk gaan we de kinderen in zittende positie. Nou ja, wij als ouders gaan dat doen. Zo ronddraaien. En dat kan zelfs tot peuters toe. Dus dat gaan we oefenen. En hopelijk mogen we dat snel weer gaan doen. Dan ga ik jullie bij helpen als we weer live de lessen mogen gaan doen. Veel plezier. En geniet van het mooie weer. Hoi!